them crash down on me. And you showed me the way. En het is vandaag. Oh, er komt een auto aan, ook dat nog. Zo. Hey! En waar was ik nou? Het is vandaag dinsdag. Ja, jullie zien het. Ba. Kom daar eens uit. Is ba. Doorlopen. Doorlopen. Jullie zien het. Ik loop buiten. En ik wens jullie natuurlijk allemaal een welkom bij een gloednieuwe vlog van ja, wie anders. Corina en de beestenboel. En het is vandaag. Oh, er komt een auto aan. Ook dat nog. Zo. Hey. En waar was ik nou? Het is vandaag dinsdag 2 mei. En alle vogeltjes leggen in mei een ei, zeggen we dan. En Erwin die komt zo. En ik ben al aan de late kant. Dus we moeten de hele ronde nog doen. Maar ik werd opgehouden door een buurman die bij die blauwe auto woont. En dat groene huis, dus ja, helemaal leuk, helemaal geweldig. Nou ja, groen, er zijn meer groene huizen, dus ja. Maar in ieder geval had die blauwe auto. Dus, ik ga dus even weer afsluiten, lieve vrienden. Geniet van jullie dag en geniet ook een beetje met ons mee. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ik ga even weer een broodje klaarmaken voor speciale medicatie. Niet van de dokter, nee. Van de DA. Om die moeheid dus weg te halen. En dat moet bij eten. Verplicht bij eten. Ja, en koffie. Hè. En Erwin die zal ook wel zo komen. Dus ja, dat moet ik ook omdenken. Dus ik ga even een koffie. In mijn kopje doen. En dan heb ik hier. Ja, ik heb hier ook nog een kopje. Gaan we daar zo vast voor Erwin ook koffie in doen. Al is die er nog niet. Zo, dat is 1. En dat is 2. En zo, dan gaan we weer terug. En dan moet ik mijn broodplankje hebben. En dan zet ik jullie even een beetje verder. Zo. Zomaar even. Niet de kamer in, want ik weet niet of de show elk moment binnen kan komen. Dus ja, dat dus. Brood. Dat ligt hier, want die had ik vannacht uit de vriezer gehaald, dus dan moet het ontdooien. Wat ruik jij allemaal? Tante Pollewappie. Hé? Zo. En laten zien dat ik de magnetron ook als kastje gebruik voor mijn brood, etc. Gaat het daar dus in? Zo, hoog, blijf liggen. En de vleeswarenbakken te pakken. Jee! Ja, het moet allemaal gedaan worden, maar. Ja. Dat is de waterkoker die jullie horen, maar dat begrijpen jullie wel. Anders krijg ik koffie. En het is een huurhuis, dus zo'n hele luxe kraan heb ik niet. Nee. Dat is kaas.
Rijka. Lust je dat wel? Ja, je lust het wel, maar kan je het wel handelen? Ze heeft vanochtend helaas weer aan het braken geweest, hè? Ja. Dat moet hij wel willen, Elwin. Alsjeblieft, meisje. Zo. Nou. Dat is ook belegd. Moet hij dicht willen. Zo. Mag ik erbij? Dankjewel. Zo. En dat was de waterkoker die klaar is. Zo. Voilà. Hey, ja joh, hoor je wel. Kandel wil binnenkomen. Ken je dat? Dus, nou, oeps, ik neem jullie wel even mee. Ja. Was Loes? Ja? Ja, nou, toe dan. Ja, toe maar. 1, 2, kom dan. Kom dan. Ja, wil je naar buiten of niet? Kom dan. Kom dan. Nou ja, hé je ooit. Goed zo, hè, hè? Nou, doei doei. Ik kom je stuurt. Zo, dan kan die weer dicht. Aan de ene kant. En dan zetten we jullie daar weer even neer. Zo, dat kan weg. Ik breng even mijn koffie en mijn broodje naar voren. Ik kom jullie zo halen. Ga eens even fietsen stelen. Dus gauw de handvaten. Op het damrak. Zo. Ja. En ik ben zo blij met mijn orchideeën. En ook die in die hoek staat, die paarse, die vind ik mooi. En die is een hele speciale kleur, maar ik vind die echt geweldig. En ja, deze ook, ik moet die nog steeds maken. Die is ook zo mooi, dat is een kleintje, hè? Een hele mini orchidee. Maar ja, daar zie ik nog steeds niks komen. En dan wil je het ook eens weer... erin? Of hoe lijkt dat? Moet je er nou weer in dan? Het is graag of niet? Nou, wat wil je? In de mine met een mooie soort snoepjes. Weet die? Hallo? Hallo? Hallo. Gandalf. Snoepjes om niet binnenkomen. Kom dan. Of moet je er eentje buiten hebben of twee? Dat dacht ik wel. Hup. Alsjeblieft. Doei. Kom toch niet naar binnen. Nou, dan laten we hem gewoon houden. Gewoon buiten nog voorlopig. Zo. Ja, toch? Kan er ook niks aan doen. Maar in ieder geval, daar ben ik blij mee. Maar er is er nog één. Daar ben ik ook blij mee. Wat dachten jullie van dat apparaatje? Die gooit ook best omhoog. Ben benieuwd wanneer de knop open gaat.
En dan moet het, als het goed is, weer een knalrode amaryllis wezen. En dat hoop ik. En daar kan ik dan weer een hele mooie shot van schieten. We gaan hem niet per dag volgen, of hij moet morgen de knop eruit wezen, dan natuurlijk wel. Maar ik denk dat het 2-3 dagen geleden is. Hij was een paar dagen geleden, was hij tot zo. Nou, dan kun je toch nagaan dat hij weer veel lang is geworden. Nog even, kan ik hem weer ook een steeltje erbij zetten, een stokkie. En hem eraan vastbinden. Ja. Dus we zullen afwachten, net zoals vorig jaar was er één gebroken. Dus ja, dat dus, lieve vrienden. Nou, ik ga weer mijn broodje eten en mijn medicijnen nemen. Ik heb hele goede medicijnen. Van een drogist, de DA. Ik had eerst... Gaat mijn horloge. Heb ik dat? Ja, dat heb ik. Piep, piep. 1 uur, zegt hij. Maar, hoe heet het? Ik had eerst... Hoe heet het nou, die troep? Ja, weet ik zo niet. Maar ik slik nou deze voor in de plaats. Deze is een beter. Die andere, er zit troep in. Daarom zei ik al troep. Nou ja, vitamines zoals 3D. Nou ja, die moet je nu juist slikken met al die dingen wat... Wat Den Haag wil, die wil ziektekiemers kweken enzovoort. En dat wij allemaal dood en dood ziek worden en dat we doodgaan. Maar als je dit slikt, valt het mee en de buitenlucht ingaat, dan is dat ook heel goed. Want geen één virus kent tegen zon en geen één virus kent tegen de kou. Dus ja, wat moet je? Naar buiten. Ja, nou ja, het zijn allemaal vitamine dingen. En omdat ik sowieso moe ben, heb ik die. Maar de deksel moet je bewaren. Als het potje leeg is, kun je het potje weggooien. Idem dito. Ik heb boven nog een pot crème staan. Voor mijn knie, voor mijn gewrichten er trouwens. Het is niet enkel knieën. Daar moet de deksel van bewaren. En krijg je weer 2 euro korting terug als je weer nieuwe gaat halen. Dus ja, helemaal blij ermee hier. En het is veel beter, want die troep is eruit gehaald bij deze. Ja, en die andere vitamon, weet ik veel wat. Ik weet het zo uit mijn hoofd niet. Komt ook vaak wel met de reclames ertussen door. Ja, op televisie. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen. Ik ga eten en mijn koffie drinken en wachten op Erwin. En ik moet de tuin even op ruimen vanmiddag, dus ja. En wat ik verder ga doen, weet ik niet. Ik denk dat ik misschien naar mijn broer en mijn schoonzus ga, maar dat weet ik nog niet. Dat zien we nog wel. Dat zullen we nog wel beleven. Enkel daar kan ik niet vloggen, dat weten jullie. Maar ja, het hoeft ook niet altijd, hè. Het is niet altijd feest. Nee. Dus we zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Zo, lieve vrienden, ik ga me lekker klaarmaken en dan pak ik de booster en dan ga ik de hort op. Of ik naar mijn broer en mijn schoonzus ga, weet ik niet. Ik ga wel die kant op, maar ik wil even nog een paar shorts maken daar in die buurt. Dus dat ga ik sowieso doen. En ja, misschien dat ik dan even kijk of ze thuis zijn. Ja, nee, zijn ze thuis? Ja, dan kan ik binnenkomen. Zijn ze niet thuis? Ja, kan ik ook niet binnenkomen. Nee. Maar ja, dan rijden we gewoon even lekker een blokje. Het is wel kouder dan het gisteren was. Het is 9 graden, dus niet al te warm. Het is wel buiten op de booster handschoenen. Anders wordt het mij weer te koud. En ja, een short kan ik wel even maken. Dat is maar een paar seconden, weet je. Een paar minuten en dat kan dan wel even. Maar ja, voor de rest gaan we gewoon wel met handschoenen aanrijden. Ik kleed me wel goed aan. Want je hebt ook de rijwind en je zit open en bloot, dus ja, hè? In een auto zit je gesloten, maar op een booster zit je niet gesloten. Nee, je zit alles om je heen, ja. Dus dat gaan we gezellig doen. Jullie gaan wel mee. Als ik al bij mijn broer binnenstap, dan kan ik jullie niet pakken. Ja, ik kan jullie even uit mijn tas halen of wat dan ook, voor ter bescherming. Maar voor de rest, noppenjendo, ik kan daar niet filmen. Nee, dat willen ze niet hebben. Ik snap het aan één kant niet, want
foto's zitten ze wel op Instagram, geloof ik, en weet ik van wat ze op zitten, sowieso op Facebook. Dat doen ze wel, maar op een film willen ze niet, ja. Waarom? Het is bij mij hetzelfde of je nou op een foto gaat of op een film gaat. Film is echter, want je beweegt alle kanten op. Ja, en een foto ja, is een stilstand plaatje. Nou ja, wat zegt een stilstand plaatje? Bij mij niks. Nu. Nee. Dus oké, okay, ja, dat dus, lieve vrienden. En ja, ik heb gisteren trouwens iets opgestuurd naar Cor en naar Kokkie. En dat duurde eventjes 5 tot 6 dagen voordat dat aanwezig is. Oeh, dat duurt lang. Ja, dat duurt lang. Nou ja, vandaag al onderweg natuurlijk. Tenminste, gisteravond voor 5 uur. Dan wordt het om 5 uur al opgehaald en weet ik van waar naartoe gebracht. Dan moet het gesorteerd worden hier en daar naartoe, weet ik van wat. Voordat het op reis gaat. Ja. En, maar in ieder geval duurt het ongeveer 5 tot 6 dagen, werd mij verteld. Dus we wachten het lekker af. Ik hoor het vanzelf wel wanneer die het binnenkrijgt. En ik hoop dat ze het leuk vinden, die twee. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Maar geniet een beetje met ons mee. Ik zou zeggen, tot later. Hi. Je komt er nou wel op, hè? Sorry. Oké. Ik ben een vlogster. Hè? Ik ben een vlogster. Oké, leuk. YouTube.
heerlijk dat geluid. Ja. Maar ja, ik heb mijn beide handjes zo meteen weer nodig. Want we moeten die kant op. Dus ja, heb ik ze wel nodig met het verkeer langs me heen te razen. Dus ja, lieve vrienden, geniet van alles. En ik zou zeggen, het is 17:50. We gaan richting huis. En dan ga ik mijn meisjes uitlaten. En ik wens iedereen vanaf het Churchillpark, Timonpark, het is maar hoe men het noemen wilt. Smakelijk eten, bon appétit. En een hele fijne liefdevolle avond gewenst. En tot later. Ik zou zeggen, tot dan. Doei doei. Zo lieve vrienden, daar zijn we weer. Ik heb mijn meisjes ook al uitgelaten, et cetera. En ja, ik vond iets in de brievenbus. En dat is een heel klein pakketje. Ja, ik zal hem even laten zien. Heel klein, maar er zit heel veel in. Ja, ten eerste al ja, wat ik ermee moet, weet ik niet. Maar in ieder geval twee leuke stoffen zakjes. Om desnoods iets cadeau te doen. Ja, mezelf. Doe mezelf een cadeau. Ja, doe mezelf gewoon het cadeau. Maar ik heb een aantal X oorbellen gekocht. En ik, hoeveel ik er binnen heb gekregen, zo te zien lijkt het twee paar, maar het kan ook meer wezen, ik weet niet. Ik ga het laten zien. En ja, jullie weten dat ik hou van Kotik. Dus het is ook weer... Oh, dat is niet hier. Dat is Enkhuizen. Bevrijdingsmarkt in Enkhuizen. Ja, wat heb ik daaraan? Dat woont niet. Maar in ieder geval, ik heb weer twee pakjes. En dan is die leeg. En dan gaan we met het kleinste beginnen. Wie het kleinste niet eert, is het grutte niet weert. En moet ik even zien hoe ik hem open kan krijgen. Ja, daar. Even. En ik ben dus ook inderdaad nog even bij mijn broer Koen en mijn schoonzusje Gerrie geweest. En dat was berengezellig. Ja, echt. En het was gewoon leuk. Ik kwam onverwacht. Ik had wel bloemen gekocht. En het was gewoon leuk. Ik heb... oh, er zit dus... Die slootjes zitten los. Oei, oei, oei. En ik zie maar drie slootjes. Oké. Oh ja. Ja, ik begrijp het. En je reserve of zo. Ik weet niet. Voilà. Oh, jullie staan ook even niet goed. Muis even naar de kant. Zo. Ik heb mijn bombladeren erin. Nou, dan gaan we eerst kijken wat is hoor. Even kijken. Moet ik hem even zien hoe dat zit hier al. Nou, dat is een pentagram en aan de weerskant een halve maan. En ik zal het jullie laten zien, als het allemaal wil wat ik wil. Hoe doen we dat? Jullie zien mijn ringen ook en dat is eigenlijk niet de bedoeling. Maar ja, ik ga ze ook niet afdoen. Jullie zien hem hangen. Nou, daar heb ik er twee van. Uiteraard. Twee. Maar waarom ze dan... Wat hangt er onderaan eigenlijk? Dat zie ik niet eens. Dat is zo priegelig klein. Gewoon een sierdingetje, geloof ik. Maar in ieder geval, hij is mooi. Ja. Ik ga de slootjes er even aandoen. En dat is ook een gepriegel eerste klas. Dan doe ik er op eentje even twee, want er zitten er drie bij. Eén reserve. Dat is één. Dan moet ik deze nog hebben. Oh, kom op. Nou, het andere. Die is groter. Dan moet ik even zien waar de opening is. Gepriegel. Ik heb hem al. Kom op, kom op, kom op. Ja, daarom zeg ik. Dus, en hier zitten er vier bij. En hier drie bij. Nou, maakt niet uit.
Lucardi heeft ook genoeg. Ja, toch? Ja. Kijk, zo haast zijn gratis. Voor mij. Ik weet niet of een ander het moet betalen, maar... Zit er nog één in? Kom op. Hij wil er niet uit. Kom op. En er is er eentje lastig. Ik weet niet of jullie hem horen, maar dat is meneertje Kandolf. Nou zeg. Oh, daar tussen bij mijn ringen. Nou. Zo. Ja, daar liggen er vier. Nou, en die zijn zo groot. Zo groot. Wow. Die zijn mooi. Ja, daar hou ik van. Opvallen. Vind ik leuk. Nou, hup. Wauw, wat gaaf. Echt gaaf. Ja, daar hou ik van. Oh, dat vind ik zo mooi. Ja, en het is gothic, maar het is ook nog gelovig. In ieder huis behoort een kruis, zeg ik altijd. Nou, kruisen genoeg. Op de televisie staat er ook één. Ja, met Jezus eraan. Moet kunnen. Kom op. Ik moet de achterkant van mijn gaatje weten te vinden. Gaat goed bij mij, maar niet heus. Ja, heb je het. Nou, kijk er eens aan. Is het mooi of niet mooi, hè? Ja, ik vind het mooi. Ja. Echt waar. Nou, dan ga ik... Nog even met die andere slootjes. Nou, ik heb er nog twee over weer. Maar het maakt niet uit. Schuif ik gewoon bij die andere oorbellen eraan. Zo, nou zitten daar drie aan. Ik weet niet of jullie dat zo zien. Dus ja, ik ben er echt super blij mee. Tja. Echt waar. Nou, dan gaat het in een zakje. Ja, wat moet je? Lastig doen. In een zakje. Zo. Nou ja, ik weer. Oh, ik vind dat gaaf, hè? Gothic oorbellen. Alles met gothic. Ja, kleding, ik vind dat zo mooi. Maar ik wil kleding hebben. Wel voor mijn leeftijd, dus ik moet niet ultra kort hebben, ik moet langer hebben, ja. En ook niet te lang, want dan zit ik weer met mijn stoel, ja. Dus ja, dat dus. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik moet nodig aan mezelf denken. Ik heb koffie staan, ik ga mijn koffie opdrinken, ik ga eten, ik ga vloggen buiten, ik ga televisie kijken. Ik heb het nog druk. Dus ik zou zeggen, geniet van jullie avond en tot later. Zeg, doei. Ja, lieve vrienden, het is weer tijd om afscheid van elkaar te nemen voor vandaag. En er een einde aan te maken vandaag, ja. En we gaan lekker een beetje toe. Dus ik zou zeggen, welterusten allemaal en lekker slapen. Morgen gezond weer op. En ja, jullie weten het, God houdt over ons gewoon de wacht. En ik zeg graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan, lieve vrienden. Mwah. Doei. Goes out to my best friend. 'Cause life without you would feel so weird.